Narcismecoach Gina Lisa helpt mensen die weg willen uit een relatie met een narcist. Maar in een ideale wereld zou er dan toch ook een coach moeten zijn voor de narcist die alleen achterblijft. Wannes? Ja? 2015, mijn vrouw gaat bij mij weg. Na een hele reeks van de pot gerukte verwijten, waaronder de claim dat ik een narcist zou zijn. Nou ja, op zo'n moment komt dat eigenlijk wel tegen. Hè? En ik moet zeggen, die ontmoeting met mijn eigen was ronduit fantastisch. En dan denk ik ontdekken gewoon, moet ik geen coach worden voor andere mannen die door een gestoorde ex narcist worden genoemd? Nou, dat is een grote stap, zo weet. Dus ik zend een rode gewoon bij mijn eigen. En die respons was unaniem positief. Ja, dat moet springen, hè. Dit is onze therapieruimte. Dat is Wannes. Wannes is de vermijnde narcist. Wannes, in deze sessies is er één kernwoord. Luisteren. Dat hoor ik u wel graag zeggen, eigenlijk, want ik ga eerlijk zijn, toen ik voor het eerst vernam dat er over mij gepraat wordt als narcist. Wannes, ik had een beetje specifieker moeten zijn. Luisteren naar mij. Ah, ja. Ik kan u alleen de bouwstenen aanreiken, hè, Wannes. Jij bent de metselaar van uw eigen leven. Ja, sorry, Alek. Wannes, krik-krak, sleutel in de zak. Zip it. Oké. Okay. Uit uw bakjes, Wannes. Als we praten over narcismestoornis, dan is aandacht zoeken natuurlijk een heel belangrijk punt. Hè. Altijd maar aandacht zoeken, of dat dan een positieve of negatieve aandacht is. Is dat iets waarin dat jij je kunt herkennen, Wannes? Ik vind het confronterend om u dat te horen zeggen, maar de aandacht zoeken is iets dat ik heel goed herken. Ja. Als we bijvoorbeeld naar een pretpark gaan met... Heb jij last van mijn voetbaltoeter, Wannes? Ja. Sorry, ik kon hem even wegzetten. Vertel maar verder. Oh, ja, dus het is, als het geval is, als we bijvoorbeeld naar een pretpark gaan. Naar welk pretpark? De Efteling. Voilà, kijk in je spiegel, niet te lang nadenken, wat zeden. Knappe man toch eigenlijk? Nee. Oh, sorry, wacht, wacht. Hey, wat zeden na? Dat is direct een pakje minder, hè, kameraad? Een ander heel belangrijk kenmerk van de kernnarcist is het complete onvermogen om menselijke emotie te kunnen voelen. Hè? Dus daarom gaan wij samen naar dit luisteren. I close my eyes. Nu komt het binnen, hè. Ik ga eerlijk zijn, het is niet echt mijn genre eigenlijk. Nee, wat is dan wel uw genre? Brolmuziek? Kakmuziek? Nee, gewoon zo. Elektronisch. Lustig, hè, vrouwelijke vriend. Als jij hier niks bij voelt, dan ben je geen narcist. Dan ben jij een kernpsychopaat. Zitten er doei kinderen in uw kelder, Wannes? Moet ik de politie bellen? Wat zeg je allemaal? Lustert gewoon. Dust in the wind. Tweede stem. All they are is dust in the wind. Alright, Wannes. Ik denk dat wij hier samen serieuze stappen hebben gezet vandaag. Enfin, ik heb de stappen gezet, maar alleen al van te kijken kun jij veel leren, hè, kameraad. Ja, ja. Wat zeggen de boeren? Ja, dank u. In uw eigen woorden, Wannes. Ja, merci. Merci dan. Merci wie? Merci, coach Bernard. Ik kom ze biedt gewoon ook blozen, jongen. Bol het af, tot volgende week. Ik ga nog wat blijven. Misschien hebben de gasten nog close-ups nodig, of weet. Ja, moet er van mij ook nog... Van nu is er geen close-up meer nodig. Kom, bol het af. Wilde mij links, wilde mij rechts. Het is allebei goed.